Giuliano Wijnaldum is de nieuwste aanwinst van Sparta. De verdediger bood zijn eigen diensten aan bij de club waar hij in de jeugd al voor speelde en komt transfervrij over van Willem II. Hij is nu al samen met oud-prof Iwan Radan bezig om helemaal fit te worden voor het begin van het nieuwe seizoen. Na Sparta was er nog meer interesse voor Wijnaldum, al liep hij daar niet helemaal warm voor. Ik kon naar het buitenland, maar die stap zag ik nog niet zo zitten. En heb ik Henk van Steen een appje gestuurd en hij heeft me toen uitgenodigd om te komen praten met hem en Henk Vreese. En daardoor teken ik een jaartje bij Sparta. De naam Wijnaldum is al lang geen onbekende meer in de voetbalwereld. Broer Jorginho brak door bij Feyenoord, is international en speelde vorige week met Liverpool de Champions League finale. En als het met je eigen carrière niet loopt zoals je wilt, dan is een broer met zoveel ervaring natuurlijk altijd handig om advies aan te vragen. Tuurlijk, het is niet gelopen hoe het had moeten lopen. En daar praat je natuurlijk over wat je zit ermee, wat je beter kan doen. En hij heeft me ook geadviseerd om weer stap te maken, zeg maar. Om zoveel mogelijke wedstrijden te spelen. En vanuit daar kijk ik weer verder. Als het op voetbalgebied niet loopt zoals je van tevoren denkt, dan is het altijd makkelijk om naar anderen te wijzen. Giuliano Wijnaldum doet dat niet en steekt de hand in eigen boezem. Het ligt gewoon meest aan mezelf. Niet het maximale eruit gehaald. Zoals wat ik nu doe in de zomerstop, heb ik misschien een week van tevoren ging trainen. Wijnaldum speelde het afgelopen seizoen 8 wedstrijden voor Willem II. Uiteraard had hij het liefst met Sparta in de Eredivisie gespeeld, maar weet ook dat dat helaas niet zo is. Hij weet ook dat de Jupiler League sterker dan ooit is, maar wil zo snel mogelijk met Sparta terugkeren naar de Eredivisie. Maakt niet uit hoe we het doen. Natuurlijk het mooiste is om kampioen te worden, maar als het via de play-offs moet, dan moet dat. Maar iedereen wil kampioen worden.